als u iets mocht veranderen aan de Grote Straat, wat zou dat zijn? Die kant van de Grote Straat, dat is volgens mij Grote Straat Zuid. Vind ik een heel dood stuk. En de Grote Straat Noord, mogen wel wat meer winkels komen. Welke mist u bijvoorbeeld? Ja, kledingwinkels toch wel, voor dames met name. Leuke babyboutique erbij. Nee, ik kom hier niet vandaan, maar ik vind het niet mooi meer. Nee. Wat vindt u daar niet mooi aan? Nou, er staat veel te veel winkels leeg. Ja. En dan nog onverzorgd. Al die ramen en daarvoor allemaal, dat is gewoon, ja, eigenlijk is het schandalig. Ja. Je mag er even over nadenken. Ja, misschien iets van een warenhuis of zo. Vind ik altijd heel erg leuk met een grote winkelachtig. Ja. En dan met allemaal verschillende merken erin. Ja. En dat is er nu niet? Nee. Nee. Dat het fietsen weer verboden wordt. Ja. Want? Het slimst gevaarlijk. Het is net of dat de fietsen, dat ze maar alles kunnen maken van belletje rinkelen en mensen gaan maar aan de kant. Hè. Nee, de voetgangers zijn hier. Een beetje de alleenheerschappij. Ja. Ja, nee, ik vind echt ook als je met kleine kinderen hier door de stad loopt. Hè, het is ook, ja, oh kom, hè? Kijk uit, fietsers. Ja. Nee, en dat moet echt weer. Zou dan het fietsen weer afgeschaft moeten worden of heeft u een ander idee? Gewoon afgeschaft moeten worden. Dat was vroeger ook. Vroeger mocht je ook niet in de binnenstad fietsen. Ja. Nee. Gewoon weer weg. Ja. Dus dan wordt het weer een prachtig wandel- en winkelgebied. Ja. Meer winkels aan onze kant, aan de Opmarsumse straatkant. Ja. Beetje gezelliger. Ja. En zijn er nog andere gebieden dan winkels? Waar ik aan wat iets aan zou willen veranderen? Precies. Nee, eigenlijk niet. Want die zijn allemaal weg en dat is jammer. Welke mist u? Ja, mooie dameskledingwinkels zoals daar is. Ja, dat zie je nog maar weinig. Men is bezig om een aantal winkels om te bouwen tot een soort kunstateliers. En ook de leegstand schijnt iets minder te zijn in de steden. Perfect. Ik vind het systeem, ik ben in Londen geweest, het systeem dat ze zeg maar jongelui zeg maar de kans moeten geven haar eigen producten te motiveren. Ja. Maar dat kennen ze niet, omdat die huur veel te hoog is. Een soort pop-up winkels voor jongeren. Ja. Over de Grote Straat op zich wel, maar daar komt natuurlijk ook, als je door de Grote Straat loopt, dan ga je naar dit stuk van het centrum. En daar heb je de meeste winkels nu zitten. En dat is op zich wel heel jammer, denk ik, dat het nu hier geconcentreerd is. En daarginds veel leegstand is. Misschien appartementen. Ja, ik kom niet hier uit Almelo. Dus ja, volgens mij is dat die straat wat u bedoelt met die flitsbal? Het is de grootste winkelstraat van Almelo. Oh, gewoon de winkelstraat, ja, bedoelt u? Precies. Oh, ja, nou ja, misschien wat meer prullenbakken en zo. Dat zou ik wel aanraden. Ik mist, vind u, het... mist u die dan? Nou ja, soms ligt er vooral s'avonds wel troep op straat. Ik vind de achterkant van de Grote Straat wel een beetje dood of zo. Ik vind, het wordt wel steeds meer deze kant opgetrokken, dus... Misschien daarachter ook weer wat nieuwe winkels, zodat de hele straat ook wel echt... Wie zou daartoe het initiatief moeten nemen? Daar heb ik niet zoveel verstand van, maar de burgemeester of ik weet het eigenlijk niet. Dankjewel. En mag ik jou wat vragen, als je iets mocht veranderen? Ja, ik weet het niet echt, maar ik ben wel mee eens dat hier dan zo'n warenhuis moet... Ja, vind ik wel mooi, dat je dan allemaal verschillende winkels hebt. Ja, behalve het laatste gedeelte. Hè? Dat is een beetje treurig. En wat bedoelt u met treurig? Nou, met de leegstand. Ja. Ja. Wat zou daar tegen gedaan kunnen worden? Ja, ik heb gelezen dat men erover denkt om het te verbouwen tot woningen, een appartement of zo. Ja. Lijkt me een goed idee. Ja. Ik zou Zuid maar uitschakelen, want het is te lang en te veel. En dan zou ik Noord, dat is Noord hè, dan zou ik Noord leuker maken. Leukere winkeltjes, meer dingen die je niet zo makkelijk online en in supermarkten koopt. En in grote winkelboulevards. Maar gewone, kleine, gespecialiseerde winkeltjes. Nou, ik denk dat dat aan de mensen die winkels verhuren. Nou, die huren dus gewoon, dat kunnen ze nooit betalen. Wat zouden die kunnen bijdragen? Nou, je kan de winkel misschien in vieren verdelen. Dan is het goedkoper voor als je iets aan kunt bieden. Ja. Ja, dat is het iets nieuws.
En dan trekt toch weer mensen. Hé, hey, dat is leuk. Even kijken, weet je wel. Ja, dat zie je in Londen ook. Dat zou een goed idee kunnen zijn. Nou, dat is gewoon een schitterend idee. Want wie kan nou tegenwoordig de huur nog betalen? Nou, in ieder geval de scooters eruit. Want? Nou, ik vind ze gewoon... ze gaan veel te hard. En ze maken lawaai. Ja, met uitzondering van die elektrische dan. Als je op de terrassen zit, op de grote straat, dan zie je ze voorbij schieten. En ze scheuren ook hier door de galerij. Nou ja, dat geeft gewoon heel veel lawaai en is irritant voor de wandelaar. Dus dat zou wat u betreft veranderd moeten of mogen worden? Ja, en toch iets meer zicht op het vandalisme. Want meneer Pezi maakt allemaal prachtige bloementerrassen en perken. En het is gewoon jammer dat je ziet gewoon, ook in het voorjaar trekken ze de tulpen eruit. Wie zou daartoe het initiatief moeten nemen? Ja, goede vraag. Ik denk dat we... Kijk, politie die rijdt rond om en loopt rond om te kijken of er geen gekke dingen gebeuren. Dus ik denk in eerste instantie dat zij dat zouden kunnen doen, plus die stadswachten. En het is ook de verantwoordelijkheid natuurlijk van de bewoners. Maar ja, zeg er maar eens iets van. De ene bewoner doet het misschien wel en de andere niet. Ja, en dan krijg je een grote mond of je wordt uitgelachen. Dat is helaas wat je de laatste tijd wat meer merkt in de maatschappij. Maar ja, goed, het is niet alleen voor Almelo, dat geldt overal. Ja, wat zou ik zeggen? Ja, zo vaak loop ik niet in de stad, dus ja. Voor mij, ik vind het wel goed zo eigenlijk. Ja.